proberen daar aan te brengen. Ja, ik denk dat je, ja, nou ja, ik, ja. Nou, laten wij maar eens in Den Haag beginnen. Ik heb een nieuw kom bijvoorbeeld die commissie, die Global Commission, waar misschien wel voor, waar dus een aantal Zuid-Amerikaanse ex-presidenten in zitten. Maar daar zit nota bene ook Kofi Annan in. Ja, nee, dat weet ik. En nou, die hebben al heel pas op. En daar gebeurt niks mee. Het heeft invloed, politiek. Ja, het heeft is niet invloed. Zo dat dus nu bijvoorbeeld een land zegt bij de Verenigde Naties inbrengt, wij vinden dat eigenlijk ook, dus wij willen dat dit hier wordt. Nee, maar het is wel, het is voor mij bijvoorbeeld, is het heel plezierig om zo'n rapport te hebben. Ja. Om acties te kunnen ondersteunen. Maar op het niveau waar de beslissingen genomen worden. Kunnen politici nog met onzinargumenten komen en die worden dan niet bestreden. Ja. Dan komen ze weer weg door gewoon onzinverhalen te houden. Ja, nou. En dat kan niet als daar, als daar ook een rationeel rapport aanwezig is. Nou, laat ik het dan ook nog anders zeggen wat mij aangaat. Misschien is er zoiets als een succesvolle revolutie denkbaar. Als ik die al zou moeten aangaan, dan zou ik die niet op dit onderwerp aangaan, maar toch op een ander onderwerp. Ja, welk onderwerp? Nou, bijvoorbeeld arbeidsverhoudingen. En tot die tijd ben ik gewoon heel praktisch. Zeg ik, nou laten we het hier maar zo mooi mogelijk regelen. Voorbeeldfunctie vervullen. Dat kunnen wij met onze cijfers over de scheiding van markten. Over toch een relatief beperkte gebruik en een relatief beperkt aantal ongelukken bij het gebruik van softdrugs. Dan moeten we dit maar, en ik vanuit Den Haag, want daar zit ik in de politiek, moeten we dit maar proberen. Dus ik ben praktisch.